Wie zoekt, zal vinden. En ik ga dit duidelijk maken aan de hand van een rekenvoorbeeld van Frank Bovenkerk. In dit voorbeeld besluit de politie om rode mensen 4 keer vaker te controleren. We gaan er voor het gemak vanuit dat rode mensen, etnische minderheden, die zijn 2 keer vaker in overtreding dan blauw. Bij 100 controles worden er dus 80 rode en 20 blauwe mensen aangehouden. Dat is dus wat je daarboven ziet. 16 rode mensen die worden terecht aangehouden. 64 rode mensen onterecht. 2 blauwe mensen terecht. En 18 blauwe mensen worden onterecht staande gehouden. Je kunt dus in zekere zin zeggen, de politie is effectief. Zoals je hier ziet, in geel gemarkeerd. En je kunt zeggen, de politie vangt ook vaker rode mensen dan blauwe mensen. Maar dat komt dus ook omdat de politie zich vaker richt op rode mensen. Maar waar het mij om gaat, zijn met name de groepen die onterecht zijn staande gehouden. En je ziet hier dus dat deze manier van werken ook effecten heeft op onschuldige burgers. En dat het disproportioneel vaker ook onschuldige burgers bij de rode mensen in dit geval oplevert. Dus disproportioneel controleren van onschuldige rode mensen. Dus het is ook niet zo vreemd dat etnische minderheden vaker een negatieve ervaring hebben met politiediscriminatie. Dit zijn allemaal onzinnige controles die nergens toe leiden. Kortom, deze werkwijze is, mijns inziens, ineffectief. Ondanks de boeven die worden gevangen. De politie zou er uiteindelijk voor een ieder moeten zijn. En daar is in dit geval geen sprake van.